De regering is vastberaden om de veiligheid voor burgers in het hele land op te voeren. Om de toename van criminaliteit in te dammen, worden harde maatregelen genomen. De rust, het vertrouwen en het veiligheidsgevoel van de burgers moeten terugkeren. Maandag had de president een onderhoud met de minister van Justitie en Politie en zijn team. De regering wil geen bendevorming met vuurwapengeweld in het land. Met alle beschikbare middelen zal de veiligheid worden opgevoerd. De politie zal zichtbaar aanwezig zijn in de buurten. De ontwikkelingen die SAO aan het doormaken is en de vooruitzichten op korte en middellange termijn zijn duidelijk tekenen dat de stichting niet aan het doodbloeden is. De stichting heeft zich in de afgelopen 4 decennia ontwikkeld tot een leidend trainingsinstituut in ons land waar het onderwijs ook nog competentiegericht is. De SAO is door de regering aangewezen om het project Wroko Fumik Money uit te voeren. Op zeer korte termijn zal dit project worden gelanceerd waarvoor een bedrag van 50 miljoen SRD is gereserveerd. Het directoraat Duurzaam Agrarische Ontwikkeling Binnenland heeft eerder deze maand de nodige ondersteuning geboden aan landbouwer Robbie Plein voor het planten van podocyri. De landbouwer zal in fasen op 1 hectare grond ongeveer 3000 stuks podocyriplantjes in de grond stoppen. De landbouwgrond is gelegen aan de Oost-Westverbinding kilometer 78. Plein is heel blij met de hulp van DAOB omdat hij de financiering voor dit project zelfs niet zou kunnen opbrengen. Landbouwer Plein stelt dat het beplanten van podocyri een goede inkomstenbron is voor Suriname. Er zijn tot nu toe 4 landbouwers geholpen door het directoraat.